Minister Irakit Eramseran gaat in op wanneer de seniorenburgers of de AOV'ers hun 1800 SRD kunnen ontvangen op hun rekening. De seniorenburgers, een van onze doelgroepen die AOV genieten. Het mooie van is dat ik kan meegeven dat vanaf april onze doelgroep ten aanzien van personen met een beperking als deel van de nieuwe registraties, maar zo ook meer dan 12.000 seniorenburgers voor april zullen ontvangen. Dus als we kijken naar de cluster van 31.000 registraties, behoort 12.000 zoveel van de registraties aan de seniorenburgers. Dus daar zullen we al een mooi deel dan meenemen in het uitbetalen van april. Wanneer krijgt u het? Ik heb vandaag nog een telefoontje mogen plegen, mogen afstemmen met mijn OD van ons financieel beheer. En zoals afgesproken dat wij binnen de eerste week richting een voorbeeld van 1 tot en met 10, dat tussen die periode dan de storting wordt gedaan. Ik ga u zeggen waarom we momenteel dat gescheiden houden. De reguliere uitkering en koopkrachtversterking. Omdat het soms voorkomt, afhankelijk van onze doelgroepen, elk ministerie hun eigen doelgroep als het gaat om toen, de voormalige subsidies. Dat afhankelijk van wat voor doelgroep u eigenlijk tegemoet moet komen, dat we rekening moeten houden dat de mensen de zaken moeten kunnen onderscheiden. Hun reguliere uitkering en koopkrachtversterking, dat men duidelijk ziet wat het bedrag is en wanneer ze dat hebben ontvangen. We willen natuurlijk ervoor zorgen dat er een vaste datum erachter wordt geplaatst, maar we kijken dan naar een doel, een einddatum van juni, dat alles wel in place zou moeten zijn, om ervoor te zorgen dat we het continueren, maar niet meer projectmatig, continueren via onze wijkkantoren en DA-kantoren. Voor als mensen nog steeds willen registreren of in aanmerking zouden willen komen.